Vrijheid. Ultieme vrijheid. Niet meer gebonden zijn aan een plek of werk. Maar met een tas onder je arm de wijde wereld in. Je dromen achterna. Wie droomt daar nu niet van? Ik wel. En ik deed het. Ik gaf alles op. Niet alleen al mijn materiële bezittingen, inclusief huis, maar ook de liefde van mijn leven. Ik pakte mijn fiets en reed de grens over. De wereld ligt aan mijn voeten en ik ben klaar om haar te ontdekken. Ik ben Floor Okkers en ik ben avonturier en verhalenmaker. Volg mij en steun mij door Patreon te worden. Geleden aankwam, had ik niet kunnen vermoeden wat er allemaal zou gebeuren hier in deze stad. Voor mij is het niet de stad van de pracht en praal en het verleden en de mooie kerken. Voor mij is het de stad van de demonstraties en de protesten. Want iedere dag was hier wel een demonstratie van protest. Vanuit de muziekindustrie, dat ze voor versoepeling zijn van de coronamaatregelen. Ze hebben natuurlijk helemaal geen inkomsten. Dan was er een enorm groot protest van de motorrijders. Want hier in Dresden is het verkeersmuseum van Duitsland. Motorrijders zijn, mogen niet in het weekend rijden op veel gebieden, omdat ze voor overlast zouden zorgen. Dus dat was een enorm protest. En het protest natuurlijk van Black Lives Matter. Wat eigenlijk verder geen uitleg behoeft, maar waar we met z'n allen voor moeten strijden. Voor vrijheid, gelijkheid en ja, gewoon klaar met racisme. Het is gewoon niet uit te leggen. Het is gewoon niet... Weet je, ik was voor het eerst blij dat ik niet in Amerika was. Mijn droom was natuurlijk om naar Amerika te gaan, maar toen ik dit zag en meekreeg, dacht ik... Misschien is het wel even goed dat ik nog even in Europa ben. Mijn volgende stop is Praag. Daar ga ik naartoe. Ik ga proberen de grens over te komen. Maar wat ik hoorde van de Dresdenaren is dat dat makkelijk lukt. En dat de grens gewoon open is en dat je gewoon heen en weer kan rijden. Dus op naar Praag. Hey, ik had al bezoek van de politie, want ik wilde toch mijn drone laten opstijgen hier. Maar het mag. Ik heb overlegd met ze en ik mag één shot nemen naar boven en naar beneden. Dus die ga ik nemen.
mooi fietsen. Wel een beetje smal fietspad, maar wel mooi. Ja, ik ben een champion! Heerlijk, op de Praag! Het is een grensstadje met een heleboel meuk en alcohol die verkopen en tabak. 4 kilometer naar die mooie hoge, ja wat is het, brug. Ah, ik sta hier heel schuin, dus ik moet echt die fiets tegenhouden. En waar ik van baal, en echt heel erg van baal, is dat die fiets gewoon niet goed schakelt. En ik heb hem daarvoor, voordat ik vertrok, naar de fietsenmaker gebracht. En het is niet netjes, maar ik ga het toch doen. Naming and shaming. Ga niet naar de fietsenmaker en reden. De enige reden waarom ik hem bracht daar was omdat hij gewoon bagger schakelt. En hij schakelt nog steeds bagger. Hij gaat gewoon niet van het ene blad op het andere blad. En ik heb het nodig nu. Ik ga omhoog. Die beroemde brug is hier naar boven. Dat is 2 kilometer. Maar ik denk niet dat ik dat met de fiets ga doen. Want het is super snel. Dus ik denk dat ik hem gewoon hier even neerzet. De fiets hierachter. Kijk eens jongens, wat jammer. Kijk eens. Oh, no drones on. Ik wou dat graag dronen met die rotsformaties en dan die brug ertussen. Maar misschien moet ik gewoon braaf zijn en dat niet doen. Nou, ik ben aan het lopen. Ik hoop maar dat mijn fietsen en alle spullen erop blijven, dat het echt betrouwbare mensen zijn. Niet in beneden vallen. Voor te dronen, maar toch denk ik dat het met de drone nog mooier was geweest. En dan daaronder door en hier overheen. Maar dit is zo mooi. Echt waanzinnig. Prachtig gewoon. Genieten dit.
En de zon is ook net doorgebroken. Die stilte. Vogeltjes. Kijk, dat dacht ik ook al te zien van toen ik daar bovenop die rotsformatie stond. Het is allemaal ziek bos. Het is allemaal bruin, allemaal dood. En ja, je snapt wel dat ik hier niet even met mijn fietsje even zo omhoog tussen die benden ga om te slapen. Dat lukt gewoon niet. Dus ik moet even op zoek naar een beter bos. Kijk, daar staat de fiets. En ik ga hier de tent opzetten. Het is niet helemaal, vlak, maar dat maakt niet uit. En dan denk je, oh kijk eens, daar is een mooi grasveldje. Ja. Maar in dat grasveldje zitten ook ongeveer 1 miljoen teken. Dus ik liep net even door dat grasveldje om een vlak plekje te zoeken. En toen zat ik al helemaal onder en waren ze me al aan het bijten. Dus ik weet nu, teken die vallen niet uit bomen. Dat is een fabeltje. Teken zitten in het gras. In het hoge gras. Dus daar heb ik even geen zin in. Om helemaal weer gebeten te worden. Want echt, ze zijn gek op mij. En ik heb al tijdens mijn reis een stuk of 4-5 teken beten gehad. En bij sommigen ging het wel goed als ik ze eruit draaide. En bij sommigen bleef het kopje zitten. Dus ik heb er allemaal helemaal geen zin in. Ook met risico op Lyme en zo. Dus ik ga gewoon hem hier op de mos bosgrond opzetten. Nou, hij staat hoor. Dat is altijd weer even spannend. Ja, en waarom staan overal die borden verboden? Ik zit hier in een nationaal park. Dus niet dat het een ander bos wel mag, maar toch. Zo, goedemorgen zeg ik. Mijn eerste nacht in Tsjechië. Ik heb best wel goed geslapen. Ik heb wel even wakker gelegen vannacht, maar ik viel in slaap en om 4 uur of zo was ik wakker. Want er begonnen de vogeltjes te fluiten al. En er rende echt iets enorm zwaars en groots langs. Met hoeven. Dus ik denk dat het een hert was of zo. Oh, en gisteravond voordat ik ging slapen, deed ik de tent dicht. En toen zag ik een fret langs rennen. Dat was wel schattig. Maar ik zag ook een politiewagen langs rijden. En dat vond ik minder schattig. Maar ik zit hier in mijn tentje. Ik heb de nacht overleefd. Ik ben niet betrapt. Even afkloppen, maar ja, ik ben daar in de ochtend eigenlijk nooit meer zo bang voor. En even genieten van mijn eerste kopje koffie in Tsjechië. En dan ga ik eens even rustig kijken wat ik vandaag ga doen. Alleen, mijn telefoon heeft gewoon 0 bereik hier in de bossen. Gisteren bovenop de berg had ik even bereik. En toen kon ik even een Instagram post plaatsen dat ik in Tsjechië was. Maar zodra ik beneden aan de berg was en hier in de bossen heb ik geen bereik. Dus ik heb mijn kaart geprobeerd te laden zoveel mogelijk. Google Maps, dan doe ik dan iedere keer als ik bereik heb, dan probeer ik hem te laden. En dan als ik dus offline ben, dan heb ik toch een beetje richting. Maar dat is wel iets om te onthouden dat het bereik hier dus niet overal even goed is. En dat ik dus wel waar wifi is of waar goed bereik is, even kaarten moet laden. En ik kreeg een vraag en die is misschien wel leuk om te beantwoorden. En dat vond ik eigenlijk wel een interessante vraag. Daar moet ik wel een beetje over nadenken. En dat was namelijk de vraag van, zou je dit altijd alleen willen blijven doen? Op avontuur gaan? En daarop weet ik het antwoord in de toekomst natuurlijk niet. En dat betekent niet, daarmee wil ik zeggen, ik weet het antwoord in de toekomst nog niet. Ik weet nu dat ik het heel fijn vind om alleen te zijn. En om alleen dit avontuur te beleven van het fietsen door Europa. En geloof mij, in mijn tentje is echt geen ruimte voor een andere vent of een andere persoon. En dat wil ik ook helemaal niet. Mocht ik iemand tijdens mijn fietstocht tegenkomen en die vindt het leuk om 2 of 3 dagen mee te fietsen. Dan oké, misschien als het klikt, dan is dat goed. Maar ja, verder rest wil ik wil dit graag alleen doen. En als ik in de steden ben, dan ben ik niet helemaal alleen. Dan ben je onder de mensen. En ik ontmoet ook mensen in de steden. En daar heb ik gezellige gesprekken en daar klets ik mee.
En dan vind ik het heel fijn. De fiets is een soort van rustpunt voor mij. Dat ik mijn eigen routine heb. Alles heeft zijn eigen plekje. Ik heb mijn eigen dagindeling. Ik kan zelf bepalen waar ik, hoe laat ik opsta. Wanneer ik vertrek, hoe lang ik ergens blijf rondhangen. Wanneer ik ga maken. Ga slapen. Alles bepaal ik zelf. En ja, dat vind ik wel heel, heel erg fijn. Uit mijn tent. Kijk hier, dat bedoel ik. En in de toekomst bijvoorbeeld een ander avontuur. Ik had hem ook bedacht bij het lopen van de Pacific Crest Trail. Die wilde ik ook alleen lopen. En mocht ik iemand tegenkomen met wie het klikt, dan kan die best een paar dagen meelopen. Of dat je elkaar af en toe eens een keer ziet. Maar ik vind het ook belangrijk om mezelf te leren kennen en om tijd alleen door te brengen. En dat is alles behalve saai. Ik kreeg die vraag ook van, maar het is toch saai de hele dag fietsen? Nee, dat is niet saai. Net zo min als dat de hele dag wandelen saai is. Dat is echt absoluut niet saai. Je bent gewoon bezig met fietsen. Je bent bezig met de weg te zoeken. Je bent aan het bedenken waar je naartoe gaat. Het is gewoon allemaal spannend, onbekend. En het is voor mij niet saai. En de vraag die ik ook veel krijg is dan, waar denk je aan? Want is het dan niet saai als je de hele dag heb je dan ben je muziek aan het luisteren of podcasts of dingen? Nee, eigenlijk niet. Heel soms als ik echt eventjes een beetje een slechte dag heb of er doorheen zit, dan doe ik een uurtje mijn boekje op en dan ben ik er zo klaar mee daarna. En dan heb ik oortjes weer uit. Maar ja, als ik misschien 3-4 uurtjes luister per week naar een boek, is het veel. En de rest gewoon de wind door je kop laten gaan. En weet je, in mijn hoofd is het nooit stil. Dus dat was ook eigenlijk, als mensen willen vragen, waar ben je naar op zoek? Of wat hoop je te vinden? Nou, soms gewoon even stilte in mijn hoofd. Gewoon, en soms bereik je dat door een mooie omgeving, door een mooie weg of een lekkere saaie weg. Maar dat je gewoon in een cadans kan komen van het fietsen. Laat de gedachten maar gewoon komen. Gewoon in en uitgaan. Weet je, het is, als je in Nederland bent, ben je of aan het werk, of je bent aan het sporten, of je bent met vrienden aan het hangen, of je bent aan het Netflixen, of je bent, eigenlijk je hersenen zijn altijd afgeleid. En het is eigenlijk heel fijn om je hersenen gewoon niet af te leiden. En laat het maar gewoon gaan. En laat het maar gewoon gebeuren. En er zijn genoeg dingen waar je over kan nadenken. En ik merk nu, in het begin was ik vooral heel veel verdrietig. Dus vooral denken aan de relatie en al onze mooie momenten. En dan kon ik overdag daardoor huilen. En nu merk ik dat er meer ruimte komt in mijn hoofd voor nieuwe creatieve ideeën van wat ik wil, stukjes die ik wil schrijven. Gewoon van die flardes. En soms dan moet ik er ook stoppen om het direct op te schrijven. Of ideetjes voor nieuwe video's. Die komen vooral 's nachts. Dus het is alles behalve saai om de hele dag in je eentje door te brengen. En om een hele dag te fietsen of te wandelen of te kanoën of maakt niet uit wat je doet. Ik zou zeggen, ga het eens proberen. Gewoon een hele dag zonder telefoon en afleiding gewoon in je eentje doorbrengen. Het is niet saai. Het is heerlijk. Mijn papje. Met de nootjes. Brandstof erin. En dan ga ik zo fietsen. Toen ik net mijn tent aan het afbreken was, kwamen er net twee enorme herten voorbij. Er kwam mijn auto langs en daar schrokken ze van. Want voor mij hadden ze blijkbaar niet in de gaten, want ik was mijn tent gewoon aan het afbreken. En ze stonden daar en ze renden zo voorbij. En toen bleven ze daarachter en bleven ze er nog staan. En het was echt een mega hert. Ik denk dat dat het mannetje was. En een kleinere erbij. Maar die hoorde ik dus vannacht. Echt. Echt een groot hert. In Nederland hebben we kleintjes. Maar dit was echt een mega beest. Daarom zet ik dus ook nooit mijn schierlijnen uit. Ik ben zo bang. Als zo'n beest toch struikelt over mijn tent. Of überhaupt. En dat hij dan valt zo bam bovenop mijn tent. Dan heb ik wel 400 kilo of zo op mijn tent liggen. Zo'n mega hert. Ik weet niet hoeveel die wegen. Maar dit was echt een bakbeest. Thank you.
En we zijn weer op de weg. Oh. Die fiets door het bos slepen, dat is niet heel goed voor je fiets, hoor. Heel vaak ligt de ketting er dan ook af. Blijft er achter een tak hangen of zo. Maar ja, nu al zat ik daar wel lekker prettig. Oh, het is een prachtige dag. Ik ga lekker fietsen. Weet je, soms heb je gewoon geen woorden.